een blijde dag voor de Aldering Zoo? Nou ja, in ieder geval voor de mensen die hier in de wijk wonen en die veel gebruik maken van die buurtbus, is het prettig dat we weer gaan rijden. En we kennen natuurlijk heel veel passagiers, omdat we altijd, de chauffeur zetten we op vaste tijden in, dus heel veel mensen kennen elkaar. Dus ja, dat is een prettig weerzien, zal ik maar zeggen, sinds maart. Rik Seilert, technisch adviseur van de buurtbusvereniging. Wat mag je allemaal doen? Ik moet ten alle tijde zorgen dat de bus up-to-date blijft. En daar bedoel ik ook mee, is er mankementen aan de bus, melden mij dat de chauffeurs, neem ik contact op met de technische dienst. Of ik ga met de bus naar de technische dienst en dat wordt dan dezelfde avond nog gerepareerd. Is het niet te repareren, haal ik een andere bus. Ik zorg altijd dat de bussen up-to-date erbij staan. Tanken, wassen, olie nakijken, dat is gewoon wat je met je eigen auto ook doet. Zorg dat die bus morgens weer up-to-date klaar staat. En die bus die is helemaal COVID-proof gemaakt, zoals ze dat noemen. Aan de hand van een aantal maatregelen. Dat is het kuchschelm. Dat zit hier, dat is een glazen plaat tussen de chauffeur en de passagiers. Mm-hmm. De passagiers moeten allemaal een mondkapje op, maar dat is in het hele openbaar vervoer. Ja. En de chauffeur hoeft dat niet. Die mag. Verder wordt die bus regelmatig gedesinfecteerd, met name deze delen. Daar waar mensen zich vastpakken en bij de ramen en zo. En aan het einde van iedere dag wordt die ook schoongemaakt. Wordt die volledig schoongemaakt. En er zit een speciaal luchtfilter in, een HEPA-filter, of twee zelfs. Die maken een beetje lawaai, maar dan is de afzuiging wat versterkt, waardoor de ventilatie wat beter is. En waardoor je dat aerosolenverhaal wat kunt indammen. En mensen zitten bij ons, als ze allemaal in de bus zitten, zitten ze niet op anderhalve meter, maar met die mondkapjes op. En het feit dat je zeker binnen 10 minuten op je bestemming bent, maakt dat mogelijk. Dus dat is, dat zijn even in de vogelvlucht de coronamaatregelen. Nou, hebben jullie bestuurders, die zijn allemaal vrijwilligers. Zijn er meer nodig? Die hebben we altijd nodig. We hebben pas een slag gemaakt, hebben we 5 nieuwe mensen erbij gekregen. Dat betekent dat we de huidige dienstregeling kunnen vullen. We hebben natuurlijk altijd mensen nodig. Dus als er mensen zijn die dat ook willen, dan kunnen ze zich altijd aanmelden. Dat kan je op de site zien, dat staat ook achter op de bus. En dan gaan we met ze in gesprek en dan kijken we of ze direct in te zetten zijn of dat ze eventueel op een wachtlijst komen. Kost het ook wat om met de bus te gaan? Ja, een kaartje kost €2. Naar een station, maar heb je een OV-chipkaart, dan is het weer veel goedkoper. Maar wat die prijzen daar precies van zijn, dat kan ik u niet vertellen. Maar dat is goedkoper dan €2. Goed.